Weer staat er dit jaar een kerstboom en weer is hij in brand gestoken. Het is ieder jaar is hetzelfde. De kerstboom staat er gezellig voor de oudere mensen, voor de kinderen. En dan komen ons groepje hangjongeren weer aan. En die vinden het leuk om hem dus weer eens in de fik te steken. Want daar moeten de daders gezocht worden, zeggen meerdere buurtbewoners. De hangjongeren die 's avonds al jarenlang voor overlast zorgen. Maar de politie zou geen vinger uitsteken. Nou, de politie in ieder geval is er voor het oppakken van boeven nadat zij hun daad al gedaan hebben. En dan is het dus eigenlijk al te laat. De politie ziet de oplossing in een gezamenlijke aanpak met gemeente en jongerenwerk, maar neemt zelf niet het initiatief. De bewoners vinden het een lachertje, want alle instanties zijn op de hoogte van de problemen. Het houdt niet op, er wordt gedeeld. Het is bekend. 'S Nachts auto's rijden heen en weer vlug. Die mensen die hebben hier geen rust. De kerstboom was vrijdagavond nog maar net geblust toen er brand uitbrak in een opslag achter een van de winkels. Een 21-jarige man is opgepakt, maar is inmiddels alweer vrij. Of hij heeft bekend wil de politie niet zeggen, evenmin of hij deel uitmaakt van de groep hangjongeren. Wel wordt een verband vermoed tussen de brandstichting bij de opslag en die bij de kerstboom. Ook als niet alle daders worden opgespoord, sluit de politie het onderzoek eind van de week af. We moeten als politie wel onze capaciteit verdelen over de hele stad. Het is hartstikke druk op dit moment, want er is overal wel sprake van vuurwerkoverlast en jongeren die buiten staan. De een wat meer, de ander wat minder. Sommige bewoners hebben nergens last van. Op het Vogelplein is dat beslist meer het geval. Nou, daar hebben we ook nadrukkelijk de aandacht voor. Wat ik dan fijn zou vinden, dat is een beetje cameratoezicht. En er zijn er misschien politieke partijen die zeggen van ja, de privacy, ja, maar hoela. Laat die privacy dan maar eens eventjes opzij, dat we dus een beetje een veilige wijk krijgen. Vanochtend werden de ruiten bij de tabakzaak vervangen, want die zijn in de nacht van zaterdag op zondag vernield bij een inbraak. Schade zo'n 1500 euro. Voor Jopie Burggraaf is de maat vol. Ze is bang dat het Vogelplein de nieuwe Corlijnstraat wordt. Ze heeft vanmiddag persoonlijk een brief bezorgd bij de gemeente, waarin ze vraagt volgend jaar geen kerstboom meer te plaatsen. Hij gaat! Hey, doei!